Wat is jouw grootste tik? Auto uitzuigen. Nou, ja. Ik heb behoorlijk wat tikken. Ja, maar... Ik heb een paar klappen van de malle molen gehad, zou ik jou heel eerlijk zeggen. Daar kom, nee, kom ik ook ruiterlijk vooruit. Nee, maar hoef je niet uit te leggen. Nee, daarom. Nee, maar ik heb niet... Beckham, ja. Die... Heb je dat? Dat is ook absurd. Ja, je hebt ook raar. Die heeft een verjaardag en als om 1 uur moet echt de kamer leeg zijn. Dan moet iedereen weg zijn. Ja. En dan gaat hij tot 1 uur of 4 opruimen. Ja. Stofzuigen, alles. En die deed bijvoorbeeld als hij een handdoek neerhing. Mm-hmm. 'Sochtends na het tandenpoetsen. Ja. En dan reed hij naar Manchester United toe. En dan dacht hij, ik heb hem verkeerd omgehangen. Ja, maar dat zijn dwangneurozen. Reed hij terug. Kerstkooi kan ook inderdaad. Reed hij terug. Ja. Nee, dat heb ik niet. Nee, dwangneurozen zijn dat. Nee, maar ik vind wel... Ik erger me nu wel aan die dingetjes. Ja, maar ik heb het zelf ook gedaan. Ik heb het zelf gedaan. Die bijenpollen, maar ja. Moet nu wel weg, weet je wel. Dan... Maar voel je al iets? Nee, ik voel nog niks. Je voelt nog niks? Nee. Maar dit hoeft niet zo recht, zo. Nou, liever wel. Ja. Maar heeft Johan ook. Hoor, en dit ook zo. Dit is ook voor mij beter, weet je wel. Ja, maar dat vind en ik dit ook fijn. Zo. Ja. Nou, dit is prima nu. Ja. Nee, ik kan me ook zo aan erger als mijn vrouw de krant zorg opvouwt. Dan doe ik hem weer open, dan doe ik hem glad. En helemaal goed opvouwen en dan bij het oud papier. Ja. Nee, maar ik heb een hele... Maar had je dat vroeger niet met die telefoonsnoeren van die vaste lijnen... dat die dan helemaal in elkaar gekrompeld zaten? Ja. Dat je ze helemaal uit elkaar moest halen voor je gevoel... voordat je weer verder kon, of niet? Ja, nee, ja, heel veel had ik niet, hoor, trouwens. Nee? Maar ik kan me voorstellen dat jullie... En dan sta je altijd te trekken aan die dingen eerst, ja. Maar ik nee, maar een... wij zijn gewoon door de ratten besnuffeld. Anders kom ik niet zo lang aan deze tafel. Nee. Ik heb ook een... Zou Art dat ook hebben, of ik niet? Heb ook een werkster uit de Oekraïne, nee? Ik heb een werkster uit de Oekraïne... En die werkt dan. En, maar die woont hier, neem ik aan, toch? Ja, die woont hier. Nee, oké. Die gaat niet iedere avond terug, hè? Niet heen en weer. Nee, die gaat niet heen en weer. Ja, maar, goed. Maar dan ziet ze mij bezig. Glazen rechtzetten, dit. En dan denkt zij natuurlijk, ja, bij ons vallen de bommen naar beneden. Ja. En hij verdrukt met zijn glazen, weet je wel. Ziet ze mij die luxe flex weer recht trekken en zo. Ja, wij kennen René niet slank. Dat was een keer bij hem thuis. En toen deed hij dat ook. Had ik een glas water of zo, dan zet ik even neer. En dan was mijn glas weer weg. En dan stond hij hem alweer af te spoelen in de keuken. Maar ik kende hem niet zo goed. Wat gebeurt hier nou allemaal? Wil je er nog wat bij? Ik zei, doe maar een cookie. Cookie was ook gelijk geweest toen ik hem op had. Heel bijzonder maar was dat. Maar heb jij geen tics? Tikkie. Nou, zingen, dat is mijn tik, denk ja, ik. Dat is wel de een beetje door. Ik vond het zo leuk. Ja, die heb jij net weer meegemaakt. Maar Sadek, die Poolse international, die speelde bij Sparta en die kwam naar Haarlem. Ja. Maar die Polen, die waren niet zoveel gewend. En Sadek vond die bakkerswinkels met al het gebak zo. Als je bij Sadek op bezoek was, dan kreeg je bij ieder kopje koffie ook een nieuw taartje. Heerlijk. Altijd, ja. Kopje koffie met taart. Ja, in die tijd dat je iedere dag trainde, dan trainde je er weer af. Ja. Maar dan kwam tweede kopje op, hup, weer zo'n punt. Nieuw taartje. Ja.